In het auditorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, zijn vandaag 6 nieuwe verpleegkundigen ingewijd. De best geslaagde is geworden Jennifer Somi. De succesvolle studenten kregen hun diploma uit handen van Fawzia Niamat, verpleegkundig directeur van het AZP. Zij hielden geslaagden voor dat respect en de communicatie naar de zorgdragers toe positief moet blijven en dat geheimhouding van grote belang is. Ze drukte de verpleegsters op het hart zich te laten bij- en nascholen, omdat dat heel belangrijk is. Niamut gaf de geslaagden verder mee dat ze hun werk naar eer en geweten moeten doen. Ook dat zij zich professioneel moeten opstellen en de kwaliteit van de zorg hoog in acht moeten houden. Onze beroep is dynamisch. En er komen heel veel nieuwe ontwikkelingen in de medische zorg. En als je je niet bijscholt, zul je achterblijven. We krijgen nieuwe ziektebeelden, nieuwe disciplines, nieuwe specialisaties. En daarop moeten we inspelen. Want wat je nu geleerd hebt, kan over 5 jaar weer anders zijn. Dus vandaar dat bij- en nascholing erg belangrijk is. Ze zijn nu verpleegkundigen, waarvan 2 op de SEH werken. En de rest zijn in het beddenhuis. Maar ik mag wel aangeven, 1 van ze, en dat is die broeder, die zal zich binnenkort ook de OCA-opleiding doen. De beëdiging en inwijding is gedaan door Carol de Baas, hoofd van de afdeling Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen van het Ministerie van Volksgezondheid. Zij geeft aan dat het verpleegkundig beroep een heel mooi beroep is. De baas benadrukte dat als de geslaagden hun werk doen, zoals zij dat hebben geleerd, ze heel goede verpleegkundigen worden. Dames en heren, ga jullie niet doen wat anderen doen. Wees de ambassadeur. Want we zijn gauw geneigd om negatieve zaken van mensen over te nemen. Er moet een infuuskolf verwisseld worden. Je pakt een watertoever en een kolf, je longo naar een patiënt. Nee, je moet het netjes in een verbandbakje zetten. Want er komt misschien toevallig iemand en die ziet je, weet niet wie het is. Het is misschien een praktijkbegeleider of het kan een inspecteur zijn. En je herkent die niet omdat hij of zij niet in uniform zit. En die vraagt van, heb je het zo geleerd? En dan zijn we gewoon geneigd van zo te kijken van wie ben jij om dat te komen zeggen. Omdat vaak genoeg herkennen we de mensen niet. Maar blijf je werk doen zoals je het hebt geleerd. Het moment waarop de best geslaagde Jennifer Somi haar award in ontvangst nam. En daarvoor Carol de Baas, waarnemend hoofd van de Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen van het Ministerie van Volksgezondheid. Ze sprak vanmorgen tijdens de diploma-uitreiking aan 6 verpleegkundigen. De uitreiking vond plaats in het auditorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.